Flinke breuk in de geld op Mierlo's politiek. GroenLinks stapt uit de coalitie. De fractie vindt dat ze niet genoeg aan bod komen. Partij, DGG, DPM, CDA, die hebben al jarenlang, hè, sinds het Gelderen Mierlo bestaat, zijn deze drie partijen eigenlijk aan de macht. En iedereen komt er een vierde partij bij. Ze hebben ons niet nodig voor de meerderheid. GroenLinks is een partij die wel heel vaak op inhoudelijk vaak wat discussiepunten had met hun inderdaad. Dat klopt. Opvallend is dat wethouder Rob van Otterdijk blijft zitten. Hij voelt zich niet meer senang bij de standpunten van zijn partij, maar wil wel graag zijn termijn als wethouder afmaken. Alleen dus niet onder de rood-groene kleuren. Wat GroenLinks betreft jammer, want ze vinden hem een topwethouder. Maar ze zijn politiek gezien uit elkaar gegroeid. Ja, Rob zit als wethouder op allerlei grote dossiers. En hij voelde steeds meer dat wij ook binnen de coalitie daar ook op die dossiers vaak slecht voet aan de grond kregen. Dat onze visie niet per se mee werd geteld. En vond ook dat we op sommige terreinen in zijn beleving wat afzijdig waren. En dat we onze accenten leggen op dingen die wij als fractie heel belangrijk vinden. Bijvoorbeeld als het gaat over natuurontwikkeling of ecologie bijvoorbeeld. Hoe goed hij van Otterdijk dan ook vindt, principieel vindt Engbers wel dat hij op moet stappen. Dit is voor mij een kwestie van het hoofd en het hart. Hè? Mijn hart zegt, als je als GroenLinks uit de coalitie stapt, dan moet je dat samen doen. Als je samen oneens bent, moet je dat samen doen, inclusief wethouder. Maar mijn hoofd zegt ook, het is helemaal niet wenselijk om nu een bewindspersoon te missen. Dus niemand wil anderhalf jaar voor de verkiezingen een nieuwe wethouder daar op die plek. Dus... Wat dit voor gevolgen heeft voor de politiek in het Gelder op Mierloze is nog niet bekend. De coalitie houdt dus de meerderheid, maar die is wel nipt. In de eerstvolgende vergadering gaat gekeken worden of Van Otterdijk kan aanblijven als wethouder.